Ene zit even bij de grote broer. Goedemorgen, het is vrijdag. Dus tijd voor een nieuwe vlog. Dit weekend is een druk maar gezellig weekend. Ik moet wel zeggen dat ik me weer niet topfit voel. Ik word er echt een beetje moedeloos van. Maar goed, daar gaan we het even niet over hebben. Even een beetje in de darkness. Zo. Vanavond, of zo meteen komt mijn moeder. Dan gaan we gewoon een beetje relaxen. We gaan een grote pan soep maken voor morgen. En we gaan pepernootjes bakken voor morgen. Dat soort dingetjes doen. Gezellig. En nou, het is echt takken weer, dus ik weet niet of we nog echt naar buiten kunnen. Niels wel in zijn regenjasje met zijn laarzen vindt. En ik kan ook nog wel met de kap eroverheen moeten. Even kijken, dat is echt... Volgens Sven stond er alleen maar 100% kans op regen en alleen maar 3 regendruppels. Waarom gaan we soep en pepernoten maken? Ja, waarom gaan we dat doen? Dat gaan we doen omdat we morgen pakjesavond hebben. Met zeg maar mijn gezin, dus met mijn ouders en mijn broertje en zijn vriendin. En natuurlijk met Eden en Niels en met Sven. Dus daar heb ik heel veel zin in. En zondag is het Ladies Day, want dan gaan de mannen naar een verjaardag in Zwolle. Maar dat leek me gewoon voor Eden even net even iets te veel. Dus wij blijven thuis. En voor mij eigenlijk ook. Dus wij blijven thuis. Dat is het eigenlijk dit weekend. Dus een heel gezellig weekend. Ik moest gisteren weer mijn legitimatie laten zien toen ik een flesje wijn kocht. Dus ik kan er weer tegen. Ik kan er weer tegen. Ja. Yeah. En Eden heeft nog steeds de blaftyfus. Volgens mij gaat het verder op zich wel oké met haar, maar dat is wel gewoon heel vervelend. Ja. En zeker omdat we nu in onze omgeving 2 mensen kennen met een kindje met het RS-virus. Ik ben toch een beetje zenuwachtig van. Maar ja. Maar ze heeft geen koorts en ze is nog vrolijk. Alleen de blaftyfus. Ja. Ik zou zeggen, mega cute outfit aan. Dit jurkje is van Sarah en dan deze... Mayo van de Hennes. En ook op de kont staat nog een vosje, maar dit zijn dus de vosjes. Zelf loop ik in mijn doornbak, want ik voel me echt niet echt top. Ik ga wel zo even mijn make-up afmaken, want daar knapt de mensen van op. Ik weet niet wat er met mijn autofocus aan de hand is. Ik ga er weer een poging om doen dat te fixen. Want hij wil het allemaal niet. Hij wil het allemaal niet. Nee. Goed, dat. Trouwens nog even een superleuk feitje. Elin kan draaien. Ze kan allebei, dus ze kan van rug naar buik en van buik naar rug. Maar als ze de ene kant op is gegaan, snapt ze niet dat ze ook weer terug kan. Dus als je het op de buik legt, draait ze naar de rug. En als je het op de rug legt, draait ze naar de buik. Maar zeg maar de combinatie, dat wordt niks. Dus dan ligt het alsof ze te spartelen als een vis op het droge. Nog een tipje is, Niels slaapt tegenwoordig met dat licht aan. En voorheen zetten wij het vaak, zeg maar, als wij naar bed gingen rond een uur of 11, zetten we het uit. Na de fles van Elin. Maar dan werd hij steeds 's nachts nog wakker. Nu, laten we het maar gewoon aanstaan, wordt hij niet meer wakker. Nou, het lijkt mij echt verschrikkelijk om met zo'n lamp. Ik zal het laten zien, als ik het grote licht uitdoe, is het nog steeds best wel fel. Het zou voor mij niet echt heel top zijn. Maar hij slaapt er heel fijn op, dus wie weet. En we hebben, het is niet dat we geen verlichting hebben s'nachts, want we hebben ook al daar schaapje. En schaapje brandt ook de hele nacht. Dus ja, echt. Maar hun tipje. Niels was net bij een meisje met kind afluisteren spelen en nu zijn ze dus ook nog hier, want ze konden er geen genoeg van krijgen blijkbaar. Geen zout voor mij. Mag ik even de stad zout? Dit heb ik. Nou, kijk, oma geeft jou een stukje, ga jij een rolletje maken. Doe oma zo. Doe zo, kom eens proberen. Handje, plat. Nee, zo, plat. Ander handje erboven. Doe heel zachtjes zo ronddraaien. Nee, een balletje maken net als met de klei. Met de klei. Het is net zijn klei. Pepernoten aan het bakken. Nou, ik ben even omgekleed, want we krijgen zo eters. Mijn beste vriendinnetje en haar vriend en kindje, dus dat is gezellig. Ik heb een zwarte trui aan van Hennis volgens mij en deze glitter, ik weet niet of je het ziet, glitterbroek van Stradivarius. Ja,
En Elie gaat even bij. Elie weet het niet. Elie weet het even allemaal niet vandaag. Hazenslaapjes, halve maaltijden. Het is even zoeken vandaag. Dus ik ga even laten zien ze opruimen. En dan kan de fiesta beginnen. Elie zit even met een mooie vogel, hè? Ja. Veel mensen vinden die dingen lastig te bouwen, maar ik vind het eigenlijk niet. Maar misschien hebben wij dan een hele makkelijke. Het is van Cute, Cute Sleep. Goed, anyhow, maar volgens mij past het hier gewoon niet. Maar toch even leuk proberen. Zo, opmaken en klaar. Maar het past dus niet in de kamer. Oh, de batterij moet ik opladen. Ga ik nu doen. Kom maar, Jim. Jij is aan de deur. Ja, zie maar. Ja, kijk maar. Het zal blijven vragen. Oh, ik baal hiervan, hè? Ja, wij ook. Goed. Wat jij weer. Dit kun je in. Hoe kan ik dit er zo verkochten? Ja, dat is wel tijd te vragen. Dat is wel tijd te vragen. Oké, heb je gegooid? Ja, één. Jullie mogen tijd. Hard. Ja, terug. Ik ga niet beginnen. Oké, val. Even kijken. Je hebt oudjaarsdag en dan heb je de dag daarna ga je nieuwjaarskoude water in. Ja. Even kijken, een bekend water in Italië. Lago di More. Een ander. Meer van even. Nee, een ander. Nee, ik weet niet. Oké. Het bekendste luchtvaartmaatschappij van Nederland. KLM. Ja, dat heet tegenwoordig heet dat. Lago di More. Waar komt ik heb het nooit van gehoord. Lago, wat? Heb je dat niet? Goed. Nee. Nou, hoeveel punt had je nou? Nou ja, vrijwel niks, want nee, want het Garnemeer was schijnbaar een redelijk onbekend terrein en moest Air France KLM. Hoe heette dat meer? Bestaat het wel? Nee, het bestaat niet. Dat is natuurlijk al voor de kennis, of je kent het niet. Ja. Ik hoop dat het daarop bleek. En dat het dan ook niet eerlijk is. Sorry. Jullie twee is killing, ja. Eén doet trappen. Maar we zijn nog steeds vijf scoren en 3 punten nog over. Even deze. Blauw, hè? Kom maar. Komt niemand in beeld. Kom maar. Alleen ik, mama haar. Ja, dat is toch goed? Ja, zeker. Dankjewel. Kom op, we gaan. Doe iets jij. Wij houden van oranje. Amsterdam. Ja, yes. Heeft haar hoofd kaal geschoren in G.I. Jane, die actrice. Oh shit. Ja, zeg maar, die kerel die James Bond heeft gespeeld, ja. Zijn achternaam, zeg maar, je hebt er een paar, denk er maar even over na, en dan de vrouw ervan, dochter ervan, de dochter ervan. Hoofdstad van Zwitserland. Zürich. Juist. Merk, outdoor merk. Patagonia. Oh, vogelpoep. Hier, dat was deze. We gaan erop poepen. Nou, pak de spons. En poetsen. Sorry, ik heb net geniest. Super grappig, die trein die heen van Duplo.
Die kan je dus ook met... Oh, dik. Die kan je dus ook met de app besturen. Dus dat is heel grappig. En dan gebeurde allemaal vogelpoep op het raam en zo. Nou, leuk. Ik heb echt enorm hik. Gisteravond was echt mega gezellig. Echt heel hard gelachen. En het ging met de kindjes allemaal goed. Dus dat was heel fijn. Ik heb vanmorgen gesport. Ja. En die was ook. En die ben ik tosti's aan het maken. Oh, nu wordt het op hoor. Echt waar. Kouwen en hik. En ik wil het allemaal niet meer. Nee, maar jij bent zo lekker vrolijk, hè. Durf het niet meer. Nee, hè. Met het publiek erbij. Hoe moest het nou? Nou, Niels zit alvast te snoepen. En de zak stond voor de deur. Oh jee. Wie zou dat nou gedaan hebben? Alheen en alweer. Zijn knecht staat te lachen en roept ons reeds toe. Wie zoet is krijgt oh. En roept ons reeds toe. Een lang gedicht zo te zien. Een heel boekwerk. Heb je even. Lieve Sven, we gaan dit jaar helemaal anders doen. Dit gedicht is namelijk van Eva en Koen. We schrijven dit in samenwerking voor jou en je lieveling. Je kan het al gokken, we hebben als stel jullie loodje getrokken. Laten we maar beginnen. Lees alleen je eigen zinnen. Ja, dan moet je... Doe het even zo. Hij staat nu op veel. Ja. Nou, daar gaan we. Heb jij hetzelfde stuk? Weet ik veel. Ja, dat moet je bij mij even mee. Jullie moeten het samen doen. Ja, je moet alleen je eigen. Ja, komt goed. We kunnen dit zo. Nee, dit hadden we wel zelf. Ja, dit ben jij, Karin. Sven, we zijn ondertussen 3 jaar getrouwd. En je bent degene van wie ik het meeste hou. Karin, ik hou niet van mijn je houdt niet van mijn gezwemel, maar je bent mijn sterren en mijn hemel. Nou, vind ik harder. Karin, dankzij jou ben ik de gelukkigste vrouw. Ik blijf voor de rest van mijn leven trouw. Mijn hart slaat over als ik je zie. Je bent lief, grappig en sexy. Met jou samen zijn is alles wat ik wil. Maar waarom vergeet je altijd die wc-bril? Sorry schatje, ik zou er beter op letten. En niet meer plaats op de bril spetten. En daarom ben jij de liefste man. Je weet dat ik niet zonder je kan. Ik mis je meteen als je niet bij me bent. Zonder jou ben ik maar een halve vent. Oh, wacht, ik ben nog een keer. Hoewel sinds Elen is geboren, zie ik in de wc opvallend veel vaak remsporen. Oei, ja, je weet hoe het is. Ik ben super druk met die twee kids. Te druk om een borstel door de wc te halen of om de rekening op tijd te betalen. Die had sowieso bij jou bestaan. Wacht even, dit is een van jouw taakjes. Dat hoort bij alle administratieve zaakjes. Nou wordt die helemaal mooi. Onze administratie is een puinzooi. Ik dacht dat jij dat altijd deed, maar het interesseert je dus geen reet. Daar ben ik gewoon niet zo goed in. We gaan helemaal mis. Oh, even terug. Ik dacht dat jij dat altijd deed, maar het interesseert je dus geen reet. Daar ben ik gewoon niet zo goed in. Ik ben namelijk niet de slimste van het gezin. Nee, we zijn allebei niet briljant. In tegenstelling tot Koen. Volgens mij is hij een savant. En dan ook nog met zo'n leuke vriendin. Bedeeld? Hoe heeft hij dat nou voor elkaar gespeeld? Ja, dat denk ik ook vaak. En hij heeft ook nog een goede kledingsmaak. Dat heeft hij niet van zijn pa, maar dat is een drama. Ja, moet je die trui eens zien? Hallo, het is bijna 2019. Lol, kijk eens naar die rare knopen. Zelfs Stevie Wonder zal die trui niet kopen. Paul begon te lachen. Wat hebben we toch een lol. Lekker samen aan de alcohol. En de beste tijden komen er nog aan, nu we één in de eerste maanden hebben doorstaan. Ja. Zo is het. En Niels die groeit als kool, met jou als grote kool. En jij bent echt een supermama, zeg ik zonder enige melodrama.
Wat hebben we toch goed, met alle liefde en voorspoed. We mogen zeker niet klagen. Laten we nu gaan kijken wat voor cadeau de Sint is komen opdagen. Ja, beter hebben ze gewoon een spulletje van het lijstje gekocht. Hoeven we niet meer net te doen alsof we blij zijn met over de rocht. Uitpakken dan maar dat mooie spul. Dan zijn we voor dit jaar zijn we klaar voor de met het slappe gedoe. We eten een lekker soepje. Waar zitten we? We gaan beginnen met The Game. Ik speelde een tijd met Kruif en die ging op een gegeven moment naar andere. Pama zijn nu naar beneden ook weer een triviantje, dus we staan nu echt 3-3-3. Het gaat een lange avond worden. Hij is er ook. Goedemorgen, het is zondag. En gisteren was echt super gezellig. Ik heb weinig gefilmd, geloof ik. Behalve volgens mij als duo gedicht. Toevallig hadden mijn broertje en zijn vriendin ons getrokken. Dus toen dachten ze, laten we gewoon een gecombineerd gedicht doen. Ik wist niet dat ze het aan elkaar vertelden, want wij, Sven en ik, vertellen het nooit aan elkaar wie we hebben. Maar, en mijn ouders ook niet. Maar het was wel heel grappig, omdat we daardoor een duo gedicht kregen. Ik dacht, ik laat even zien wat ik hem gekregen heb. Één ding ben ik vergeten. Dat is het Easy Peasy kookboek over de lunchbox. Dan heb ik deze Essie Treat Love and Color. Die heb ik nu ook meteen opgedaan. Een hele mooie kleur die dus ook verzorgt. Het 10 minute peeling mask van Soap. Ik word zo moe van die camera. Hou op. Echt waar. Ik heb alle instellingen nagelopen en er zit ergens een bug in het system. Want voorheen deed ik dit nooit. Maar goed. Deze is 10 minute peeling mask. Super lekker. Ethos fixing spray. En een mini foundation van de Hello Happy Foundation van Benefit. Die wil ik graag testen. En er komt nog een paletje aan Charlotte Tilbury. Ik heb toevallig al mijn beauty dingen. Het is lang geleden. Maar ik had wel een aantal andere dingen op mijn verlanglijstje staan. Maar die waren lastig te vinden. Heb ik begrepen van de Sint. Dus dan dit. Ik ben er heel blij mee. En ik kreeg nog van mijn broertje en zijn vriendin. Omdat wij het altijd organiseren. Kreeg mijn moeder en ik ook nog een cadeautje. En ik kreeg een heerlijke Rituals geurkaars. Dus ik ben helemaal in mijn sas. En vandaag is een rustig dagje. Ik blijf met Elin thuis. Sandy heeft nog een feestje van zijn familie. In Zwolle. Een 40-jarig huwelijk uit mijn hoofd. Maar dat leek me echt veel voor Elin. Dus wij blijven gewoon lekker thuis. Daarbij voel ik me nog steeds hit by a truck. Of alweer. Of ik weet het niet. Dit is een huisje. Ja. Nou. Mag ik weer gooien? Oh, Pip is gevallen. 4. Nee, 1, 2, 3, 4. Jij bent, zet maar weer op de voet. Hey. Mag ik dan weer terug hebben? Ja. Dan tot jou. We zijn het woensdag een pupspel aan het spelen. Het is wel leuk dat je zeg maar nu meer spelletjes kan doen. Sven is trouwens met z'n deze kijken vandaar deze herrie op de achtergrond. Is die ook vaar? Wat lief. Ik ben net even naar buiten geweest met de kleine frummel. Ja. Sven en Niels zijn naar dat huwelijksfeest toe. Tenminste, het is gewoon volgens mij wakkie koffie door mijn mensen, maar dat weet ik niet eens zeker. Ik heb net nog even gerend, want ik moest nog even ophalen bij de buren. Maar die beker er niet te zijn. Ik dacht, dan ren ik even snel de trap op en af. En dan had ik haar gewoon even in de nog in haar wiegbakje liggen. Ze lag een beetje te spelen met de speen. Ik denk dat als ik haar eruit moet tillen en ik weet niet wat voor pakketje het is, maar als het groot is, dan kan ik dat ook weer niet tillen. En ik denk, nou weet je, ze ligt daar lekker te spelen. Dus ik dacht, ren even snel op en neer. Maar een van de redenen, ik voelde het toch heel gek of zo. En het is gewoon bij de buren. Het is letterlijk 3 meter, maar toch. Verder heb ik dus niet zoveel plannen vandaag. Ik denk dat ik zo lekker mijn make-up af ga en dat ik die peeling ga doen van Soap. Lijkt me heerlijk. Als zij straks gaat slapen, ze gaat denk ik over een uurtje of 3 kwartier of zo gaat ze naar bed. Ik vind dit ding trouwens zo'n uitvinding. Oh, even je jurk goed doen, hè. Want zeg maar, nu ze kan draaien, kan ik er niet meer gewoon lekker op een kleedje op de grond leggen als ik even de kamer uit moet. Want ja, weet je, als ze omdraait en ze niet blij of weet ik veel, het lijkt me gewoon niet zo veilig.
Ja, maar in dit stoeltje kan ik dan wel eventjes de kamer uit, hè, als ik bijvoorbeeld de wasmachine uit moet zetten. Ja. Dus nee, ik vind het wel een uitkomst. En ze vindt het heerlijk om gewoon een beetje rond te kijken en een beetje tegen zo'n speeltje aan te rammen. Dus ja, dan kan ik in ieder geval even. Dus dat doe ik vaak als ik bijvoorbeeld even de was eruit moet halen. Of nou, zoals nu moet ik ook even Niels zijn bed opmaken. En dan soms neem ik er mee en soms laat ik er even het stoeltje zitten. Hangt er een beetje vanaf. Maar nu vindt ze het toch ook wel even lekker om erin te zitten. Dus ja. Ja, je kan niet meer gewoon rustig op de rug liggen, hè? Nee, draaien. Maar ja, dan wordt ze soms een beetje boos. Dus dan moet ze teruggedraaid worden, want dan snapt ze het even niet meer. Goed, ik ga snel de was eruit halen. Ik heb gewoon het kleedje meegenomen naar Niels' kamer. Gaan we daar het bed op maken? Ik kan zeggen, hier liggen ze helemaal rondkijken van, waar ben ik? Ja, was ze dus net bijna gedraaid. En dan rolt ze weer terug in een hoesbui. Ja. Oeh. Ze rolt dus vaak, maar dan gaat ze dus op deze armhoutsel onder de buik, waardoor ze heel ongemakkelijk ligt. Hè? Dat ligt niet lekker. Nee. Kijk, zie je wat ik bedoel? Ja, maar ik zou hem hoger leggen. En nou is het dus zeg maar gedraaid. Alleen die ene arm ligt dus heel ongemakkelijk. Oh, die draait, sorry. Meestal draait ze anders wel verder. Alleen dan blijft die arm echt zo onder liggen. En dan ligt ze met één hand zeg maar zo te kijken. Maar dan... Ja, dat is onhandig, hè? Goed, gaan we het bed opmaken. En daar zit ik weer met jou te spelen. Maar ik moet even het bed opmaken, hè? Voor als je broer straks thuis komt. We kunnen nog wel even kiezen, hoor. Ja, ik heb... Ja. Ik wilde net aan die peeling beginnen en toen werd een en ander wakker. Dus toen dacht ik, ik zet er gezellig naast me neer. Want ik moet namelijk ook nog dit allemaal, te zeggen, de rotzooi hier, allemaal opruimen. Of moet, dat wil ik. Want het hele huis is aan kant en dan heb ik hier echt zo'n soort ontploffing. Daar kan ik niet tegen. Dus ik dacht, dan ga ik gewoon lekker mijn gezicht reinigen. En dan ga ik dus die peeling aanbrengen. En dan ga ik hier opruimen. Terwijl ik lekker met haar op de grond zit. Lijkt me heel goed. Ik zat me net te bedenken dat het nu in deze vlog, of in ieder geval vandaag lijkt, of ik een helder ergens neerzet en dan andere dingen ga doen. Dat is uiteraard niet het geval. Ik heb boekjes gelezen en gekletst en geknuffeld en gekieteld. Maar dat vergeet ik ook allemaal te filmen. Of natuurlijk, dat vergeet ik wel weer te filmen. Sowieso zeggen mensen soms wel als je je hele, weet iedereen wat je het hele weekend doet of weet ik wat. Ik zei nou, dat is helemaal niet zo, want heel veel dingen zien jullie ook niet. Ik ga niet het filmen als ik op de bank zit. Of sommige dingen waar we naartoe gaan, zoals verjaardag of zo, dat film ik niet. Of... Natuurlijk film ik heel veel wel. Hè. Dus ook verjaardag film ik soms zo. Maar het hangt gewoon een beetje van af. Dus het is zeker een afspiegeling van mijn leven. Maar ook weer niet helemaal. Maar nu heb ik gewoon heel veel rust. Omdat ik natuurlijk gewoon nog niet de oude ben. Ja, en dat is niet heel boeiend om te filmen. Ik heb ook geen idee hoeveel. Ik laat maar gewoon iets doen. Ik heb het er net afgehaald. Het is echt, ach, oh, zo zacht. Echt heerlijk. En dan twijfel ik een beetje, want ik heb zo'n bouncy overnight. Maar als ik gewoon een bodyshop, maar ik weet niet of die nog goed is. Dus ik denk dat ik toch maar even deze ga doen. We moeten dan ook nog even inwerken. 10 minuten tot 15 minuten. Gaan we ondertussen wel even klaarzetten voor voeden en dat soort dingen. Alles is in ieder geval weer opgeruimd. En... zit ondertussen lekker te kletsen. Zo. Klaar. Tijd om Elen te voeden. We gaan vandaag voor het eerst broccoli eten. Ja. Lekker. Lekker. Hey Niels, hoor je dat?
Lekker. Ja. Het is alweer maandag en ja, ik ben gisteren weer vergeten af te sluiten. Het was een redelijk pittige avond en nacht. Ze lijken er verder geen last van te hebben. Sven en ik lopen op standvlees, maar goed. Ja, wij kunnen ook, ja, we worden er toch allebei wakker van. Zeker één, die natuurlijk pas op de kamer van Niels, die krijgt hem ook echt heel hard. Maar goed, verder was het een fijn weekend en ja, ik ben heel blij dat ik niet mee ben gegaan in verjaardag, want ik had het echt totaal niet getrokken. Ik probeer nu weer een beetje de rust te vinden en ja, deze week ga ik wel weer wat dienst op mijn werk doen. Dus kijken hoe dat gaat. Ik ben heel benieuwd. Ja, ik ben heel benieuwd, emittent. Ik zie jullie heel graag volgende week bij weer een nieuwe vlog. En ik wil je heel erg bedanken voor het kijken naar deze vlog. Mocht je hem leuk vinden, vergeet gewoon eens een duimpje omhoog te doen en je te abonneren. Dat zou ik fantastisch vinden. En dan zie ik jullie heel graag volgende week bij een nieuwe vlog of misschien woensdag bij de extra video. Doeg!